Welkom. We gaan vandaag kijken naar hoofdstuk 1, scheiden en reageren. Of misschien als je een ander boek hebt, is het een ander hoofdstuk. Twee verschillende sub-onderwerpen. Stoffen zijn opgedeeld in zuivere stoffen en mengsels. Als we eerst naar die zuivere stoffen kijken, dan maken chemici onderscheid in verbindingen. En elementen. Elementen is bijvoorbeeld H2, dan zijn de atomen hetzelfde. En bij verbinding heb je één of twee of meerdere verschillende atomen. Een makkelijk geval, iets wat we dagelijks mee in contact staan, is water, H2O. Twee waterstofatomen, één zuurstofatoom, twee verschillende atomen en dus een verbinding. Wat ik van je verwacht is dat je dit jaar de molecuulformules, H2O voor water, dat je dat soort dingen leert. Andere deel van waar we het over hebben zijn mengsels. En mengsels zijn dus verschillende stoffen bij elkaar. En die kunnen er verschillend uitzien. Zoals bijvoorbeeld in een oplossing, daar zitten twee verschillende stoffen. Die zitten bij elkaar, maar die verschillen van fase. Je kan een gas oplossen in een vloeistof, maar je kan ook een vaste stof oplossen in een vloeistof. Suiker in je thee, een vaste stof, suiker in je thee, grotendeels water. Ja, dat gaat prima. Maar je kan ook CO2 of zuurstof prima oplossen in water. Dus belangrijk hier is dat die fasen die verschillen. We kunnen ook een suspensie maken. Daarin lossen we een vaste stof op in een vloeistof. Zoals krijt in water. En een emulsie. Daarin zit een vloeistof opgelost in een vloeistof. Maar het is niet echt opgelost. Hè? Want een emulsie kennen we vaak als je zelf slaadressing maakt. En je doet er het een en ander bij elkaar. Olie, azijn. En je ziet dan vaak zo'n twee-fasensysteem ontstaan, ook al ben je hard aan het schudden. Dus het is niet netjes om te zeggen dat een emulsie een oplossing is. Hè? Een emulsie is een mengsel. Als we die verschillende stoffen bij elkaar hebben, dan willen ze soms uit elkaar halen. Dat heet scheiden. Dat hebben we in de derde veelvuldig gedaan. En we scheiden op basis van verschillen in stofeigenschappen. Dus we zijn eigenlijk stoffen aan het sorteren. Dus heb je een zwikje stoffen bij elkaar in een mengsel en die wil je uit elkaar halen, voor welke reden dan ook. Hier heb ik een aantal stofeigenschappen opgeschreven en op basis van die verschillen in stofeigenschap, van die stoffen die dus in een mengsel zijn, kan je ze dus scheiden. Bijvoorbeeld deeltjesgrootte. Ja, je kan filtreren. En je filter, ja, die kan je zo kiezen. We gebruiken vaak een standaard filter, maar je filter kan je zo kiezen dat de ene stof wat meer achterblijft dan de andere, of misschien wel in zijn geheel. Ja, we hebben af en toe norit opgelost in een bepaalde stof. Dat norit, dat was zwart poeder en dat bleef achter in je filter. Dichtheid, ja, dat kan je laten bezinken, zoals bloed in een buisje. Als je bloed in een buisje, zoals we dat zelf in het ziekenhuis doen, als je dat lang laat staan, dan zie je op een gegeven moment ook, ja, dan zie je iets met een hoge dichtheid. Dat zijn je rode bloedcellen, die zakken naar de bodem. En lage dichtheid is je plasma, ongeveer allebei de helft. Ja, je ziet dat buisje is dus alleen maar rood in de onderste helft. En het bovenste helft is geel, je bloedplasma. Om dat proces te versnellen, kan je het in een centrifuge gooien. Ja, dan hoef je niet lang te wachten. Verschil in kookpunt. Ja, bij destilleren, alcohol, water kunnen we uit elkaar halen door een verschil in kookpunt. Het is wel belangrijk dat een verschil in kookpunt, als het maar een paar graden is, dan wordt het wel heel lastig. Zoals destilleren met ethanol, dat kan nog goed. Ja, want ethanol heeft een kookpunt van 78 graden, water 100 op, tenminste. Hè, zoals we hier nou staan op zeespiegelniveau, als we omhoog gaan is het weer anders. Dus een ander punt is natuurkunde. 20 graden, 22 graden verschil, dan kunnen we met destilleren kunnen we wel gebruik maken van het kookpunt. Maar met destilleren, het verschil tussen ethanol en methanol, dat is net iets meer dan 10 graden, dat wordt heel erg lastig en dat krijg je nooit heel goed voor elkaar. Tenminste niet hier in deze schoolsetting. Verschil in oplosbaarheid of absorptievermogen kan je ook gebruiken. En je kunt natuurlijk ook twee stofeigenschappen gebruiken, bijvoorbeeld met papierchromatografie. Dan heb je de oplosbaarheid van een bepaalde stof in je oplosmiddel en het absorberen aan het papier. Dus heb je twee stofeigenschappen die je gebruikt voor één soort techniek. Nou, dan heb je nog een RF-waarde, die kan je geven aan hoe ver een bepaalde stip, als we het hebben over papierchromatografie, op dat papier gekomen is. En die kan je een waarde geven en op die manier kan je ze met elkaar vergelijken. Goed, tot zover scheiden en reageren. Even in het kort, veel succes.